De titel van het gedicht, Gewelddadig Gelukkig, is geleend van Björk. Jullie kennen allemaal Björk, de IJslandse queen. Violently Happy zingt. Björk op hoorafstand. Opgewekte zinnen dansend in het navellicht van wiegende heupen. Ik ben niet van deze tijd. Cherubijnen hangen aan het plafond, lichamen kringelen in het rond. Het canvas van ons genot werd voorbereid op oude wijze. Vrouwen werpen dolken wijdbeens vanuit de heup, links en rechts van besnorde mannen in horizontaal gestreepte badpakken, vastgebonden klevend op ronde draaischijven. Tussen de kantelen van kastelen door tonen zich in de verte parade oorlogspaarden. Weldra beuken ze de poorten open, hun brullend vuile heer grijpend naar onze kelken, grijpend naar onze cherubijnen, zich vergrijpend aan onze vrouwen. Oorlog aan onze badpakmannen. Kijk, gids, daar zweef ik. In korte bewegingjes voorbij. Een harp, een wolk, een lint, slagroom, shashash! Monty Python dus een stukje. Gewelddadig gelukkig na de verovering. Het verdere woeha van de gore gruwel. Wat van deze tijd is gelijk gemaakt. Gelijk hebben. Altijd op. Paradeoorlogspaarden, Allahu Akbar kruisvaarders aan de klaagmuur van olijven. Je kusten. Ik proefde je lippen, ze kleefden van goestinghoning. Zot van opwinding, onze monden verrukt. Zo kuste je me. De paarden joegen de wind vooruit, wat een vaart, wat een vaart, wat een verrukking, zo kuste je me. De wind om onze lippen, te zeer jagend op elkaar, geen aandacht voor de parade, wat een vaart, wat een vergissing, zo kuste je me. De poorten beukten open, gehinnik als de nieuwe waarheid, chaos als een topping over onze schoonheid, overnadrukkelijk gesuikerd. Cherubijnen die het plafond afvallen, waar waren we met onze lippen, waar zijn onze vrouwen, waar zijn onze kinderen? Was verzachtend, niet de omstandigheden, maar de kleding, nu in voordeelverpakking. Reclame tussenstukje. Waar zijn onze vrouwen? Waar zijn onze kinderen? Ongelijk is bijvoorbeeld levendig levende mannen die doden. Witste witte lakens die levenslozen. Ik ben niet van deze tijd. Michelangelo tekent nu langharige mannen in een cirkel. Jules Verne reist zo dadelijk de wereld rond in 80 dagen. Marie Curie wordt morgen gelauwerd met 2 Nobelprijzen. Frida Kahlo opereert zich nog steeds naar snorrende schilderijen. Op de vleugels van welke wind, van welke vluchtige waarheid, welke wederkerigheid, welke bloemen verwelken. Welke? Jij. Jij die ik zag te midden van slagen en verwondingen, feestvarken van de parade, geslacht. Maar welk? We heersen ons de dood in, altijd de slag van opnieuwlingen. Daar een poging van te zingen. Een beetje zoals Rob. 6 minuten, dat is elke minuut 1. Dus dat was mijn eerste. En ik wil tot slot een gedicht lezen uit het nieuwe bundel dat getiteld is Voor wie de liefde. Dat is een aanbeveling of een vraag, bijvoorbeeld. En het gedicht is getiteld Nog eenmaal. Kleed je nog eenmaal uit. Met de traagheid van een
verre reis met de elegantie van een rijk verleden. Leg je nog eenmaal op mij met de warmte van een glimlach, met de zachtheid van vergeven. Draai me nog eenmaal om met de achteloosheid van een wegwerpgebaar, met de onafwendbaarheid van sirenezang. Hang nog eenmaal ondersteboven aan een boom, je benen winkelhaak om een tak, je kleed omlaag over je gelaat en lager. Zo toon je groter en meer mysterieus in je gulle, achterloze naaktheid, in wat zal tintelen in mijn herinneringen. Dans nog eenmaal voor mij, met je armen gespreid op de tippen van je blote tenen, in je jas van vrouwenhuid, op de tonen van het licht in je ogen. En dan zal ik nog eenmaal. Thank you.